Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Op de meeste plaatsen vandaag schijnt de zon flink. We zien ook wat hoge bewolking al op de satellietfoto van 10 voor 8 vanochtend. De hoge bewolking zal in de loop van de dag iets meer gaan worden, maar de zon schijnt daar nog heel goed doorheen. Overwege de ochtend is het al een graad of 20 en uiteindelijk wordt het zo'n 20 graden aan zee tot 24 graden in Limburg. De wind neemt geladelijk wat toe en wordt meest matig uit een zuidwestelijke richting kracht 3 tot 4. Ook vanavond zijn er nog flinke opklaringen, maar de hogere bewolking wordt dan al wel dikker. Overwege de avond is de graad of 20. Morgenochtend hebben we ook te maken met in eerste instantie nog geregeld zon en het is nog droog. De temperatuur stijgt naar 21 tot 24 graden. Maar in de middag raakt de bewolkte en dan gaan er flinke buien vanuit het zuidwesten over het land trekken. Het kan erbij onmeren en lokaal ook flink regenen. Vervolgens blijft het vrij wisselvallig. Woensdag, donderdag en vrijdag hebben we nu en dan een paar buien, maar ook van tijd tot tijd nog wel wat zon. De middagtemperatuur gaat weer wat omlaag en ligt over het algemeen rond de 20 graden. Ik ben Ben Lankamp van weerplaza.nl